het is vandaag zondag en ik heb even wat anders gedaan met mijn haar, zoals je kan zien. Ik heb extensions in van Josh Hair. En ik heb ze geprobeerd een klein beetje te verven en rood te maken. Net zo rood als mijn eigen haar. Ja, dat is niet helemaal gelukt, maar op zich zie je niet echt heel veel verschil. Even kijken hoor. Ik ben uitgenodigd strakjes voor een theatershow in Theater Zuidplein. Daar ga ik samen naartoe met Fix. Ik ben namelijk ook gevraagd om daar op te treden tijdens een volgende editie. Dus wij gaan even kijken hoe dat is en of we het wel wat vinden. En even goed kennis maken met de organisatie. Daarna gaan we door naar de studio. Dan gaan we naar DJ Wizard. Gaan we weer opnemen. Hij maakt onze tracks. We zijn nu bezig met een nieuw album. We hebben Babydoll 2 bijna af. En ik kan niet wachten om die uit te brengen. Ik ben echt excited, man. En Irfan, die moet trouwens ook strakjes zingen. Die doet wel vaker van dit soort theatershows. Het is meestal een tribute to. En dan echt een tribute to, zeg maar, een hele legendarische muziekcomposer of zanger, zangeres of iets of zo. Dus het is sowieso leuk. Ik heb sowieso al wel eens eerder meegemaakt. Dat vond ik ook echt heel leuk. Dat was in Den Haag. En toen... ja, toen heb ik ook genoten. Dus ik weet zeker dat dit ook echt super leuk gaat worden. Ik kijk er heel erg naar uit. Trouwens, wat ik helemaal vergeet te vertellen is... We hebben gisteren bekendgemaakt dat we gaan toeren in Suriname. We wisten dit eigenlijk al een aantal maanden. We hebben best wel veel aanbiedingen gehad. Best wel leuke ook. Alleen de meeste waren of te snel... Of het zou nog even duren. Of het was in maart. En wij willen niet in maart. Omdat er dan al heel veel artiesten zijn. Heel veel shows. Bandjes en dat soort dingen. Dus we willen het nog wel een beetje exclusief houden. En tijdens Pagwa ben ik al een keer eerder geweest. Was ook super leuk. Alleen... ja, ik wilde nu gewoon een andere periode meemaken daar zo. En dat is bij deze gelukt. De datums en organisatie en full line-up die worden binnenkort bekendgemaakt. Dus hou even al mijn social media in de gaten en mijn vlogs en dergelijke en zo. En dan krijg je binnenkort meer info. Ja, ik ben echt super blij en ik kan niet wachten, man. Het gaat super leuk worden. Dit is wat ik aan heb. Hey, ik zit bij Fix in de auto. Die heeft me even opgehaald. En we gaan nu richting Theater Zuidplein. Want zoals ik net al vertelde, we zijn uitgenodigd voor een tribute show. De druk is natuurlijk voor jou groot, maar ik wil het met plezier met hem gaan zingen. Zeker. Thank you.
Je hebt maar één regel gezongen. Ja. Van ik, hoe gaat het ook? Ik ben het duidelijk vergeten. Die van Lully. Ja. Nee, 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 als je diep bent. Oh. Hoe gaat het? Theorie is van van. Theorie is. Ik leef niet om. We komen straks op terug. Zeker. Mensen, we gaan nog genieten. En laat je gewoon gaan. Sandy, wat doe? Een liedje tijden, hoor. Ja. Dan.
Sari dunia dole, dunia dole ya, tidak baik itu. Waktu itu sedih, thank you banget sebenarnya. Studio. Drijf een bit, drijf een. We zijn weer in de studio. En baby doll is bijna af. Zo. Ja, ik kan fietsen, hè? Heb je een gooi voor eentje? Goed hoor. Goed zo. Ja, kijken. Heb je de waterpopjes? Zo zielig. Ga medicijntje halen, ja? Ja.
Ja. Oh. Hey, het is vandaag woensdag en ik kom er net achter dat Ari geen waterpokken heeft. Super zielig. Maar ja, liever nu op zo'n leeftijd dan later. Dus ik ga eventjes medicijn halen. Vandaag zaterdag met mijn ouders. We gaan lekker eten nu. Oh, jij hebt een telefoon, hè?